Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik voor jullie weer wat Modern Warfare 3 gameplay. En vandaag is het op Gulch en het is met de Scar L. En het is een assault gameplay. Op zich wel wat leuks, want de meeste mensen spelen eigenlijk alleen nog maar Modern Warfare 3 met Specialist. Dus ik dacht van, laat ik eens een keertje assault gameplay recorden. En deze gameplay is van een weekje terug. Dus het is een vrij nieuwe gameplay. Ik heb verder rest ook helemaal geen gameplays meer, want ik had toen een tijdje terug... Dat mijn laptop gecrashed was, waardoor ik allemaal gameplays kwijt was. Dus alles van Modern Warfare 3 was ik sowieso kwijt. Dus mocht ik nou nog iets willen uploaden, dan moet ik eigenlijk altijd alles eerst spelen voordat ik het kan recorden. Maar in ieder geval, het is op zich wel een mooie gameplay. En ja, ik zou zeggen, kijk maar gewoon. In ieder geval, we gaan gelijk weer verder met de Q&A. Want als jullie deel 1 nog niet hebben gezien, dan moet je linksboven in de hoek staat een annotatie. Kun je op klikken en dan kun je naar die video toe gaan. En mocht je op een tablet kijken of op mobiel, dan moet je even naar mijn kanaal toe gaan, want dan werkt dat niet. Maar ja, in ieder geval, we gaan gelijk verder, want we hebben enorm veel vragen. Ik had echt meer dan 130 vragen. En ik kan ze nooit allemaal behandelen, maar ik wil wel gewoon proberen zoveel mogelijk te behandelen. Dus de volgende vraag is van Titus Kranen. En die vraagt, wat is de dolste achtbaan waar je in bent geweest? En persoonlijk, ik ben geen fan van achtbaan. Het is niet zo, ja, dat ik echt zoiets heb van, oh yes, ik ga een achtbaan. Dat boeit me eigenlijk niet veel. Ik ben natuurlijk wel in achtbaan geweest. En ja, ik denk dat de dolste achtbaan waar ik ooit in geweest ben, is gewoon... Zoiets als de Python of zo. Niks super geks. Dus ja, ik denk gewoon de Python. En ja, verder de rest. Ik zou niet weten. Volgende vraag is van Luc Welle. En die vraagt banaan of appels of een ander fruit. En als ik moet kiezen tussen banaan of appels, dan kies ik denk voor appels. En voor ander fruit, sowieso watermeloen. Ik ben een enorm grote fan van watermeloen. Ik vind dat zo super lekker. En in de zomer eet ik me ook altijd gewoon ziek aan die dingen. Dus dat is echt mijn favoriete fruit. De volgende vraag is van Ralf Meinster en die vraagt, wat is je hobby naast gamen? En ik moet heel eerlijk zijn, ik heb eigenlijk niet echt een hobby naast gamen, want het is bij mij YouTube en gamen zijn eigenlijk twee aparte hobby's, vind ik. En ja, daarnaast heb ik eigenlijk niet echt tijd om meer hobby's te hebben. En ik zou eerlijk zijn, als ik door de week uit ben van school, ik ben meestal uit rond 4 uur, dan ga ik soms fitnessen en stel dat ik gelijk naar huis ga, dan ben ik rond 5:30, 6 thuis. En als ik dan thuis ben aan eten, snap je wel... Volgens een beetje gamen en dan ga ik een video maken. En dan is het al heel snel 9:30 of 10:00. Dus dan heb ik niet echt meer tijd om nog iets te doen. Meestal ga ik dan films kijken, dus je kunt films kijken ook als een hobby zien. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik verder rest nog doe in mijn dagelijks leven na school. De volgende vraag is van Marijn Wieringa en die vraagt, hoe snel ben je geprestige mastered in Black Ops? Of met Black Ops? En geprestige mastered sowieso, what the fuck, dat woord moet echt in een woordenboek. Maar hoe snel? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik weet wel dat ik enorm snel prestige master was. En heel veel mensen vragen ook altijd van hoe kun jij zo snel levelen? En ik heb daar helemaal geen tactiek voor ofzo. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld je moet heel veel support runnen. Dan krijg je veel punten voor bladibladibla. Ik doe dat nooit. Ik speel maar gewoon. En ik maak mijn kills. Ik haal mijn streaks. En that's it. Zo level ik eigenlijk snel. En hoe snel ik prestige master ben, dat zou ik helaas niet weten. Maar ik was wel enorm snel. Een van de snelste uit mijn vriendenlijst. De volgende vraag is van Lars Huleman. En die vraagt, heb je een vriendin of zou je die willen? En nee, ik heb geen vriendin. En zou ik die willen? Ja, natuurlijk. Ik zou best wel een vriendin willen. En ja, misschien ben ik gewoon te kieskeurig. Of ben ik gewoon fucking ugly. Dat kan allebei natuurlijk. Dus wie weet, misschien binnenkort. De volgende vraag is van Pres Haan Godij. En mocht ik jullie namen verkeerd uitspreken, jongens. Het spijt me echt enorm... Maar ja, sommige van jullie hebben echt enorm aparte namen. Dat ik gewoon echt mijn god niet weet hoe ik dat uit moet spreken. Maar in ieder geval, we gaan verder met de vraag. Wat voor Nederlandse voetbalclub ben je? En welke van het buitenland? Hopelijk dat je deze vraag beantwoordt. En natuurlijk beantwoord ik deze vraag. En een voetbalclub is altijd een beetje moeilijk. Heel veel mensen die zijn echt van die hardcore fans en zo, weet je wel. Als de ene voor Ajax is en de andere voor PSV, dan hebben ze gewoon al standaard een hekel aan elkaar, weet je wel. Die onzin allemaal. En bij mij is het, ik ben tussen aanhalingstekens voor Ajax. En ik zeg expres tussen aanhalingstekens, omdat voetbal me in principe helemaal niks meer boeit. Vroeger interesseerde me dat wel, als bijvoorbeeld Ajax verloor, dan vond ik dat enorm kloten. Maar nu heb ik zoiets van, I don't give a fuck, weet je wel. Als bijvoorbeeld Ajax verliest van PSV, dan zal op dat moment PSV beter zijn. Zo simpel is het, zulke dingen. Dus voetbalclubs boeien me eigenlijk niet meer. Ik zou zeggen dat ik nog voor Ajax ben, omdat ik eigenlijk vroeger ook voor was. Maar mochten ze verliezen, dan boeit het me eigenlijk helemaal niks. En verder is clubs vanuit het buitenland. Ja, zoals ik al zeg, voetbal boeit me eigenlijk niks meer. Dus clubs uit het buitenland eigenlijk ook niet. Maar mocht ik nou een club uitkiezen, ja, er zijn zoveel goede clubs. Maar dan denk ik dat gewoon mainstream voor Real Madrid zou gaan of zo, weet je wel. In ieder geval, de volgende vraag is van Lemmy van Loenen. Echt geweldig gedaan. Klinkt chill, jongen. Lemmy van Loenen.
In ieder geval, wat is jouw mooiste moment in je leven? En deze vraag heb ik al eerder gelezen. En toen heb ik eraan zitten denken van, ja, wat moet ik zeggen op zo'n vraag? En ik zal heel eerlijk zeggen, ik weet het echt niet. Ik zou echt mijn god niet weten wat ik op zo'n vraag moet zeggen. Dus ik kan daar wel nou 20 minuten over blijven nadenken. Maar dan kan ik beter in die 20 minuten andere vragen behandelen. Dus ik zou het echt niet weten. Ik heb gewoon een goed leven. Ik heb nooit problemen gehad of iets, iets in mijn leven wat kloten was. Waardoor het bijvoorbeeld iets anders juist weer heel super was of weet ik veel iets. Dus ik kan eigenlijk niks zeggen daarover. Ik zou het niet weten, helaas, sorry. In ieder geval, de volgende vraag is van Laro Beekveld. En die vraagt, denk je dat er nog een Black Ops 2, of nee, Black Ops 3 komt, sorry. En persoonlijk, ja en nee. Ik denk sowieso dat er wel een soort Black Ops 3 komt. Maar ik geloof niet dat die dan ook Black Ops 3 zal heten. En dan komt gewoon Black Ops 1, 2, 3. Dat klinkt gewoon niet lekker. Ik denk dat er gewoon serieus geen Black Ops 3 komt. Dus ik hoop het persoonlijk ook niet. Ik hoop dat er eerder gewoon een nieuwe World of War komt. Of in ieder geval iets met Tweede Wereldoorlog. Ik ben bang dat dat nooit meer zou komen. Maar mocht dat komen, dan zou ik enorm blij zijn. Want dat is gewoon... naar mijn mening is Call of Duty World War de beste Call of Duty, zou ik zo zeggen. Dus als er nog een keertje een nieuwe World War zou komen, zou ik dat super vet vinden. De volgende vraag is van Best Rare Gamer. Best Online Rare Gamer. Jezus! Maar zijn vraag is, krijg je een intro of hou je het bij die machinima intro? En persoonlijk, ik heb ooit een intro gehad vroeger. En toen was mijn laptop gecrashed en daar stond mijn intro op, dus toen had ik geen intro meer. En die machinima intro, die gebruik ik omdat ik een partner ben van machinima en gewoon geen intro heb verder. Dus gebruik ik de machinima intro. En sorry. En ja, ik krijg geen intro. Ik heb eigenlijk verder eens nooit met mensen gesproken over intro's of over graphics of iets in die. En met graphics bedoel ik dan thumbnails en banners. Die dingen maak ik zelf, intro's. Ja, daar ben ik niet goed in, dus die kan ik zelf niet maken. En ik kan wel mensen gaan zoeken van, hey, kun je even mijn intro maken? Maar die mensen die echt heel goed zijn in intro's, die vragen er geld voor. En persoonlijk ben ik enorm kieskeurig als het gaat om dat soort dingen. Dus dan meestal moet je dan ook heel veel geld betalen, noem maar op. En ik ben niet van plan om bijvoorbeeld €80 voor een intro te betalen. Dus helaas. Dus ik denk dat ik nog even bij mijn machine mijn intro houd. Tenzij een van jullie echt enorm goed is. En we nog wat moois kunnen regelen. De volgende vraag is van Joshua Schadler en die vraagt, wat vind jij van Competitive COD? En Competitive COD vind ik persoonlijk op het moment het beste wat er is aan Call of Duty. Want als Call of Duty saai wordt, dan vind ik Competitive vind ik eigenlijk het enige wat nog interessant is. Ook als ik bijvoorbeeld naar video's kijk op YouTube, het enige wat ik nog kijk is om eerlijk te zijn Competitive. En ik weet niet wat dat mee is, misschien omdat het nieuw is. Het is in principe niet echt nieuw, want het is er al lang. Maar sinds Black Ops 2 met de League Play is het heel bekend geworden. En daardoor is het gewoon groter en iedereen kent het nou. En daarom denk ik dat het gewoon veel vetter begint te worden. En ik hoop ook dat het daar ook in de toekomst gewoon veel groter gaat worden. En wat echt super vet zou zijn als we dan gewoon Call of Duty, gewoon competitive Call of Duty op tv zouden uitzetten ofzo. Ik zie dat niet gebeuren. Maar dat zou ik gewoon liever zien als al dat achterlijke dart ofzo. Dus dat zou echt super vet zijn. Maar in ieder geval competitive COD vind ik zelf fantastisch. En dat is voor mij op het moment het enige wat ik nog kijk. En de laatste vraag is van Yamaha ATV en die zegt, hey Dennis, nice video's. Nou, in ieder geval super bedankt. En waar woon jij? Ik woon in Schijndel. En ik denk dat je ooit tegen bent gekomen, ken je Tilburg Breda. En Tilburg Breda ken ik. Ik ben er eigenlijk nooit echt geweest. Als je me ooit echt bent tegenkomen, dan zal dat waarschijnlijk zijn rond Den Bosch, Schijndel of Eindhoven. Verder rest kom ik eigenlijk nergens. Dus mocht je me tegen zijn gekomen, dan zou dat daar ergens kunnen zijn. En de video zit erop. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was een Assault Moab. Ik denk, ik zal er niet te veel spoilen. Dus hopelijk was het voor jullie verrassing. En dan zie ik jullie zometeen wel weer bij mijn volgende deel van de Q&A. Dus tot dan en houden we.